Ondernemen gaat met vallen en opstaan. Successen zijn super, slechte tijden zijn leerzaam. Bij mij een ondernemer met ervaring op allebei de vlakken. De directeur van Cohesion, Henry Bosman. Henry, van harte welkom. Dank je wel. Laten we bij het begin beginnen. Ik las dat Cohesion in 2000 is opgericht als Unix detacheringsspecialist. Bestaat dat nog, Unix eigenlijk? Of vloek ik nu in een of andere kerk? Het bestaat zeker nog wel. Ja. Alleen de hoeveelheid die gebruikt wordt, die neemt drastisch af. Ja, 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 ja. Want hoe kwam je bij de. Want stond je aan de wieg van dat bedrijf toen? Nee, nee. Ik heb zelf het bedrijf in 2009 overgenomen. Ja. Het is in 2000 door iemand anders opgericht. Oké, okay, want waar zit jouw achtergrond? Hoe kom jij in beeld bij Cohesion? Ik zat vroeger wel in detachering. Ja. En ik kende de oud-eigenaar en die zocht een general manager. Ja. En ik ben daar wezen praten en wij zijn er eigenlijk uitgekomen. Dus, wat deed je daarvoor? Ik had net een eigen bedrijfje verkocht. Ja. In narrowcasting software. In 2000? Nee, in 2000. Oh, in 2009. 2007. Oh ja. En. Ja. Wat deed dat in narrowcasting? Narrowcasting. Dat was een tijdje heel hip. Dat was heel hip. En, ja. Wij hadden eigen software. En, oh. Daar hadden we eigenlijk verschillende klanten in. We maakten op een gegeven moment zelfs schermpjes in taxi's. We hadden op een gegeven moment 25 taxi's in Hamburg en in Frankfurt rijden. Met schermpjes achterin en die was eigenlijk ver vooruit. Ik wou zeggen, tijd ver vooruit. Ja, maar dat was denk ik ook het probleem. Ja, ja, het was een gevalletje te vroeg. Te vroeg. Ja, ja, ja. En je zegt verkocht, dat klinkt heel stoer, maar was het? Nee, ook... dus het was. We kwamen gewoon niet op volle toeren nee. daarmee. Dus, dus toen kwam Cohesion in beeld. Je zocht een general manager en wat ja. trok je erin aan? Nou ja, ik had een stukje daarvoor in detachering gezeten. Ik kende de oud-eigenaar. En ik was zelf aan het nadenken over weer voor mezelf te beginnen. Ja. En, dus ik zeg van nou, ik wil dat wel een jaar, twee jaar doen. En dan, dus wij zijn toen begonnen samen. En ik was koud binnen. Toen zei hij, hou er rekening mee dat ik het ga verkopen. Dus ik zeg, ja, je moet doen wat je niet laten kan. En hij ging op een gegeven moment 8 weken op vakantie. Toen draaide ik eigenlijk het bedrijf. En toen had ik zoiets van, dit is toch ook wel weer heel erg leuk. Dus misschien moet ik het wel kopen. Misschien moet ik het wel kopen. Dus toen hij terugkwam, toen heb ik gezegd van, nou, ik ben zelf ook geïnteresseerd. En dat heeft nog wel wat voeten in aarde gehad. Want in 2008 brak de crisis uit. En banken stonden hier vooraan om te helpen financieren. En de oud-eigenaar vroeg de hoofdprijs. Mede ook omdat in al die jaren daarvoor Unix eigenlijk heel stabiel was. Ook in crisistijden. Want het werd door de top 50 bedrijven gebruikt in Nederland. Nou zijn de resultaten uit het verleden nooit de beste garantie om een verkoopprijs te bepalen. Ja, tenminste voor de verkoper misschien wel. Maar... Dat weet ik nu ook. Ja. Want wanneer is die verkoop tot stand gekomen dan? Uiteindelijk in 2009. Oh, dat is echt in the middle of the financial crisis. Ja, maar wij hadden daar nog steeds geen last van. Daarom nee. ging op een gegeven moment ging de bank ook akkoord. Want de bank financierde die overname? De bank financierde de overname. Ging je er ook zelf in nog met geld? Met verantwoordelijkheden privé. En, dus, en een stukje geld. Ja, ja, dus de strop zat om je nek, zeg maar. De strop zat om mijn nek. En, ja? Ja, we kunnen er nou om lachen. Want hoe ging dat toen verder? Want heb je 100% van de aandelen overgenomen? Ja. Oké, okay, ja. En toen? Nou, in 2010 begon eigenlijk ook de crisis in Unixland. En wat we toen gedaan hebben is eigenlijk met alle Cohesianen om tafel zitten. En kijken van waar kunnen wij verschil maken in deze markt. Want ja, detachering is heel conjunctuurgevoelig. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat wij gewoon een kennisleverancier moeten worden. In plaats van een capaciteitsleverancier. Want hoeveel mensen had je in die tijd? Wij hadden toen 23 man. Oké. Okay. En hoeveel daarvan zette je weg, zeg maar? Alle 23. Ja, ja. Okay. We hadden nog een staf van 4. Oké. Okay. Okay. Ja. En hoe slecht is het gegaan? Het is, als je iets overneemt tegen de hoofdprijs, dan heb je een behoorlijke aflossingsverplichting. Ja. Yeah. En banken zijn zeker in een crisistijd daar niet zo heel makkelijk mee. Dus voor ons was het echt wel worstelen. Het is heel dun geweest. We hebben gelukkig nooit verlies geleden.
En op zich is dat ook wel een hele rare gewaarwording. Dat als je aan het ondernemen bent, je hebt plannen voor een transformatie, wat het bedrijf sterker moet maken. Dat in een en hetzelfde gesprek verteld wordt van dat het eigenlijk best knap is wat je aan het doen bent. Je draait winst in een situatie waar de meeste collega's verlies draaiden. Mm-hmm. Maar of je wel voor de rest even heel snel door wil aflossen. Ja, ja. Dus de ruimte die je gegeven wordt om juist het beter te laten draaien, dat wordt je eigenlijk niet gegeven. Is dat kritiek die je op banken hebt, zeg maar? In die tijden zeker, ja. Ja, dan in het begin denken banken vaak mee met de ondernemer in het verhaal. Ja. En als het wat minder gaat, dan wordt het in één keer cijfermateriaal. Ja. En ik denk dat, dat heel lastig is voor ondernemers om juist tijd te keren. Terwijl door niet eens... ja, je vraagt eigenlijk niet eens geld. Je vraagt eigenlijk even een klein beetje rem op de aflossingen. Mm. En op een gegeven moment zijn we ook wel zover geweest dat we echt bij de bank eigenlijk het mes op tafel gezet hebben. En gezegd van ja, hier en niet verder. En nu moeten jullie wat gaan doen, want anders heeft het geen zin. Anders heb je helemaal niks. Nee, anders heeft het geen zin. Want zo zat het water je wel aan de lippen, zeg maar. Ja, ja, in die zin wel, ja, natuurlijk. Dat, slaap je dan nog? Nou ja, soms wat minder. Yeah. Maar ik moet over het algemeen zeggen dat ik best goed slaap. Dus, maar, oké, dat is dan een man. En dat is ook wel fijn. Ja, want had je niet het risico dat van die 23 man ook op een gegeven moment mensen zoiets hadden van nou, het is goed, ik wieber hem? Zeker. Maar wij hebben zelf een pad ingeslagen voor kwaliteit kennishuis te worden. En in dat verhaal heb ik zelfs mensen gevraagd om ander werk te zoeken. Terwijl ze gewoon op opdracht zaten. Ja, ja. Maar wat in onze beleving eigenlijk niet toekomstbestendig was. Hm. Dus wij hebben een transformatie ingezet. En daar hebben we ons continu aan vastgehouden. Oké, en hoe heb je die transformatie vormgegeven dan? Hoe doe je zoiets? Beginnen met cultuur bouwen. In plaats van allemaal losse mensen die overal heen gaan, die toevallig één ding gemeen hebben en dat is Unix. Yeah. Zijn we eigenlijk gaan transformeren naar een ander platform. In eerste instantie Linux. Van daaruit zijn we automation DevOps gaan doen. Ik weet niet of het je wat zegt. Maar... Beetje, maar leg eens uit aan de kijkers die het niet snappen. Automation DevOps is eigenlijk het automatiseren van alle beheerwerkzaamheden in infrastructuren. En dat gaat eigenlijk het begint eigenlijk al bij de programmeurs die iets maken. Wat vroeger over de schutting werd gegooid naar de beheerders. Dat wordt nu eigenlijk als een team opgepakt. En, agile en alles. Agile, Scrum. Ja, ja, ja. 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 En die transformatie zijn we eigenlijk ingegaan. En daar hebben we ons eigenlijk altijd aan vastgehouden. En ik denk dat wij een van de eerste waren die zich daarop ingezet hebben. Maar wel nog steeds op detacheringsbasis? Wel nog steeds op detacheringsbasis. Alleen wij worden nu gevraagd om onze kennis in plaats van om capaciteit. Dus wij zijn als bedrijf nu veel sterker. Hmm. En we hebben eigenlijk 3 jaar geleden, toen waren we klaar met de aflossing. En oh ja, drie jaar geleden? Toen was het gelukt. Wat heb je toen? Heb je een bloemetje naar de bank gebracht en gezegd bedankt? Dat is dat bloemetje niet. Uh-huh. Maar wel bedankt. En toen van bank gewisseld of uit principe of niet? We hebben van bank gewisseld, ja. Ja, echt serieus? Gewoon zoiets van zoek het maar uit. Ja. Ja, ja. Dat is... Wel een glorieus moment, toch? Of niet? Aan de andere kant, ja. Zeker. Maar ben je nu, heb je nu... We gaan geen namen noemen. Het gaat mij niet om namen nemen, shamen. Maar dan is de andere bank beter dan? Ja, absoluut. Hmm. Ja, absoluut. Maar het was voor jou ook een soort momentje dat je denkt van... Fuck jou. Ik bedoel, nou, in die tijd heb je me zo laten zitten en nou ben ik ook weg. Ja. Ah. Dat zijn woorden die je inderdaad denkt. Ja, 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 dat heb ik wel vaker. Dat ik, als ik dingen denk, dan zeg ik ze wel voor je. Ja. Oké, dus dat was best een mooi momentje, toch? Dan kan me voorstellen dat je ook wel een soort van trots had van... zo, dat heb ik dus gered. Ja, absoluut. Mm. Dat is, en daarna is het ook in één keer... daarvoor is het eigenlijk ook allemaal ondernemen. Ja, alleen ja juist niet, misschien wel. Juist misschien wel, inderdaad. Ja. Maar het is niet het ondernemen wat je voor je hebt op het moment dat je eigenlijk gaat beginnen. Nee, wat kun je ervan leren als je even... Zo meteen gaan we naar de dag van vandaag toe. Hè? Maar als je nou nog even terugkijkt, hè, van wat kunnen ondernemers hiervan leren die in de shitstorm terechtkomen, zeg maar? Veel praten. Geen geheimen.
En gewoon doorgaan. Als je vindt dat je een goed plan hebt, gewoon doorgaan. Ja. En praten intern of met iedereen? Met iedereen. Ah, oké. Okay. En dat is misschien nog wel het lastigste. Want je wil zo graag je succesverhalen blijven vertellen. Ja, ja, absoluut. Mm. Absoluut. Maar aan de andere kant... ik denk dat als je open en transparant bent... en dat is wel een cultuur die wij hebben... dan is eigenlijk alles bespreekbaar. En, ja. Met name de medewerkers, als ik zie met hoeveel passie... en innovativiteit die ook meegeholpen hebben... dan is dat wel eigenlijk een tip die ik iedereen mee kan geven. Ja. Of open, transparant communiceren. Zijn er veel gebleven uiteindelijk? Of tenminste, die je wilde houden? Ja. Absoluut. Ik denk dat wij op dit moment een stuk of 5, 6 mensen hebben... die er eigenlijk al vanaf het begin zijn. Ja, ja, ja. Dus al 10 jaar voor mij. Ja. En die zijn er nog steeds. En, daar kom je ook niet meer vanaf als zou je het willen. Nee, dat is een grap. Hey, waar sta je nu? Waar we nu staan is... ik denk dat wij dit jaar het punt gaan passeren... waar ik ooit begonnen ben 10 jaar geleden. Ja. Dus alleen wel veel sterker. We hebben inmiddels een eigen experience lab. Lekker uit, wat is dat? Ons experience lab, ik denk dat vrij uniek is. We waren in ieder geval de eerste. Huh? Waarbij wij ruimte geven aan de medewerkers... om eigenlijk de infrastructuren zoals ze bij onze klant draaien... om die na te bootsen. En eigenlijk daarop kun je continu voortborduren... waardoor als je eenmaal zo'n infrastructuur hebt staan... dan kun je eigenlijk alle nieuwe tooling uitproberen. En dan blijf je dus continu voorop lopen. En dat is eigenlijk hetgene waar... Maar het lab is echt voor jullie? Ja. En, of nodig je er ook mensen uit? Wij nodigen daar... In eerste instantie was het voor de medewerkers... Ja. Om inderdaad die cultuur te binden. En van daaruit zijn we eigenlijk klanten ook gaan uitnodigen. En, ja. Of prospects met name, kan me ook voorstellen. Ja, maar ook sollicitanten. We leven in een markt waarbij de sollicitanten natuurlijk weer het lastigste zijn om te krijgen. Ja. En dat is wel een bindende factor gebleken, maar ook echt een aantrekkingsfactor. Ja, 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 ja. Klanten die, moet ik eerlijk zeggen, die worden steeds makkelijker. Die kunnen elke dag wel ergens naartoe om iets nieuws te leren. Mm-hmm. Dus wat we daarvoor verzonnen hebben is Amerikaanse schoolbus. Die hebben we afgelopen zomer aangeschaft. Experience Lab on Tour. Experience Lab on Tour, precies. Ah, ja. En die hebben we omgebouwd met een vergaderzaaltje erin, met schermen erin. En we gaan eigenlijk dus nu naar klanten toe om te laten zien wat wij kunnen. En doe eens 1 of 2 concrete voorbeelden. Echt heel concreet wat jullie dan kunnen. Want ik snap het vakgebied snap ik. Ja. Voor mensen die er niet zo in zitten. Maak het eens heel concreet. Wat zijn oplossingen die jullie dan bieden? Doe eens een business case bij spreken. Nou, wat wij kunnen is een volledig automatische pipeline. CICD pipeline noemen ze dat. Continuous Integration Deployment Delivery. Waarbij wij een klant kunnen laten zien, de volledige straat, als je code erin gooit, hoe die volautomatisch code getest wordt, naar een testomgeving volautomatisch gaat, getest wordt en productie inloopt. En daar met alle toeters en bellen eraan die daarbij komen kijken. Spaart dat ook mensen? Het bespaart zeker mensen. We leven in een tijd, dat is ook het rare, dat altijd als er iets nieuws op IT-gebied kwam, had je meer IT'ers nodig. Op dit moment, met name het vakgebied waar wij in zitten, is automatisering een slag aan het maken binnen ICT. Ja. We hebben ook een heel ander type ICT'er nodig. Ja, hoe schetsen we dat dan? Wij hebben een ICT'er nodig, wij noemen dat zelf T-shaped engineers. Waarbij de IT'er veel breder is als vroeger. We werkten allemaal in zuilen. Hier was een beheerder van Unix, een databasebeheerder enzovoort. Dat was jouw team. Mm. En tegenwoordig is het eigenlijk een businessproces wat een team heeft. Ja. Waarbij eigenlijk we horizontaal gaan leren. En eigenlijk heel dicht, eindelijk... Dat is een hele grote wens van mij altijd geweest. Business en IT alignment aan het doen zijn. Ja. We praten er al 15 jaar over, maar nu begint het eindelijk een beetje te komen. Waar komen die gasten vandaan? Zijn er opleidingen voor?
Nee, eigenlijk niet. Het zijn eigenlijk de social skills. En die hebben wij zelf in die tijd van transitie van in 2010... hebben wij die zelf proberen samen te vatten in kernwaardes. Mm. En die kernwaardes, dat is eigenlijk ook de toegangspoort om bij ons binnen te komen. Wij zijn heel selectief. En dan zie je ook dat het een combinatie is van mensen die willen groeien. Mensen die passie hebben. Social skills beginnen steeds belangrijker te worden. Je kunt je voorstellen als IT'ers onderling praten. Dat lukt allemaal wel. Maar als een IT'er met een directeur moet praten, dan wordt het wat anders. Ja. Nou, wat wij gedaan hebben is eigenlijk vrij vroeg dat proces in gang gebracht om de juiste mensen hiervoor binnen te halen die nog steeds heel veel passie hebben voor IT, maar die ook begrijpen dat het een businessbelang is. Ja. He, dus veel minder vendor-minded en veel meer business value willen leveren. Ja, 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 ja. Begrijpen dat als je een code maakt, dat uiteindelijk iemand ermee moet werken en dat moet geld opleveren via een applicatie waarbij klanten iets kunnen bestellen bijvoorbeeld. Ja. Wat is de toekomst van Cohesion? Want je hebt nu weer eindelijk rust en ruimte in je hoofd om misschien buiten de waan van de dag ook eens naar morgen te kijken. Schets het bedrijf eens over een jaartje of drie. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de toekomst die begon in 2010. Want ik heb eigenlijk toen direct al een plan neergezet waarvan wij zeggen in 2025 willen wij gewoon door de top 100 bedrijven minimaal door 10 bedrijven gevraagd worden voor advies. Mm. Inmiddels hebben we 2 à 3 bedrijven die dat regelmatig doen. Dus we zitten op koers. De weg ernaartoe was iets anders als de bedoeling. That's life. Ja. Hey, en ga je het daarna weer verkopen aan iemand binnen de organisatie die misschien wel general manager wil worden en een goede management bij jou het wil? Nou, dat weet ik niet. Ik ben zelf nog niet klaar. Ik heb altijd gezegd, als ik ondernemers om me heen zie, Dan zie ik vaak dat mensen op een gegeven moment het gedwongen voor verkopen door leeftijd of wat dan ook. Ik denk niet dat dat een juiste manier is. In ieder geval niet voor mij. Laat ik voor mezelf spreken. En ik denk dat op een gegeven moment komt. Dan zie je een partij die het beter kan dan jij. Of een persoon. Of die jouw visie nog beter verder kan brengen. Maar voorlopig zit lekker zelf. Ik zit er nog. Henry, dankjewel voor je verhaal. En heel veel succes met Cohesion en met de bus. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en zit je te luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Zit je te kijken op YouTube, klik op het duimpje. Dankjewel. Hoi.